lokaal centrale op Radio Weesp. We gaan u even onderhouden over twee jonge wereldkampioenen, Vincent en Tichon Müller. Welkom in de studio. Hallo. Goud in de twee zonder stuurman, zo zeg ik het goed. Ja. We hebben het over roeien. Voor we gaan kijken wat zich allemaal in dat Wit-Russische Brest heeft afgespeeld, eerst eventjes terug in de tijd met de vraag, hoe begon dit allemaal? Daar waren 10 jaar ongeveer en toen gingen we een keer proberen te roeien, want een vriendin van ons had gevraagd of wij mee wilden naar een open dag bij roeivereniging Weesp. En we kenden de sport roeien ook al vanwege mijn ouders, die roeien dan bij roeivereniging de Amstel in Amsterdam. En tijdens die open dag vonden we het eigenlijk best wel leuk. En toen zijn we dus gaan roeien. En na een half jaar kwam er een grote kerel naar ons toe. En die zei zo tegen ons, ja, hebben jullie interesse om wedstrijden te gaan roeien? Nou ja, wij dachten ook wel leuk. Dus wij begonnen dus aan wedstrijden te roeien. Nou, we begonnen met jeugdwedstrijdjes van 250 meter. En het werd uiteindelijk regio. Dan ga je dus regio Amsterdam in. En dan wordt het 500 meter. En op een bepaald moment zijn we nationaal gaan roeien. Dan ga je in één keer 2 kilometer wedstrijden doen op de Bosbaan in Amsterdam. Om daar te kunnen roeien zijn we ook vertrokken bij Weesp naar Riek Amsterdam. Dat zit dan in Amsterdam bij de Omval, bij het Amstelstation. Om daar door te kunnen groeien om toch de nationale top te bereiken. En uiteindelijk door te groeien naar internationaal. En nou, dat is het dan. Uiteindelijk wel gelukt. Dat klinkt, Vincent, als twee vingers in je neus en het gebeurt allemaal maar. Nou, twee vingers in de neus was het niet, hoor. Nee, dat kun je ook niet roeien. Nee, we hebben 1 riem, dus het kan nog wel, maar... Nee, het is, je werkt er hard voor, maar je krijgt ook goede begeleiding, veel support en steun van iedereen. En dan gaat het allemaal wel wat makkelijker, uiteraard. En ja, ik denk dat iedere sporter wel weet dat... Je moet het opbouwen. Het is net met de studie ook, bouw je ook op. Je kan niet meteen universiteit doen. Je begint ook van de kleuterschool naar universiteit. Gewoon, je bouwt het op allemaal. Maar is het jullie min of meer overkomen? Ja, overkomen. Was er een moment, want je schetst nu natuurlijk heel kort een lange voorgeschiedenis. Was er een moment waarin jullie dat nog, dat je dacht van... Ik denk ja, niet dat dit wordt hem en hier ga ik het hoogst haalbare. En dat is voor alle sporters, geloof ik, de Olympische Spelen. Ga ik door tot... Ik denk niet dat het ons echt overkomen is, want die grote kerel, die zei tegen ons... Ja, wie was dat trouwens, die grote kerel? Arne Wagenaar. Die is ook wel eens hier geweest, volgens mij. En die ging ons dus coachen en wij hebben een keer gezegd, toen we een jaar of 12, 13 waren, hebben wij tegen hem gezegd, wij willen Olympisch goud winnen. En ja, toen zeiden we dat voor de grap als kleine kindjes, weet je wel, weten wij veel. En op een bepaald moment merk je toch dat je beter wordt en... Je gaat jezelf ook meer ontwikkelen. En op een bepaald moment zeg je ook van oké, nu is het ook de tijd om er echt voor te gaan. En dan ga je er ook echt je werk van maken als het ware. Dus het is deels ons overkomen omdat het ons wel voor de wind ging in het begin. En ook deels omdat we het ook heel graag willen. Wat moet je ervoor laten? Vrijwel niks eigenlijk. Iedereen denkt dat je alleen maar bezig bent met roeien en niks anders er meer bij hebt. Maar ja, we hebben tijd voor studie. We zijn kort geleden begonnen met het bedrijf. En sociale contacten hebben we ook nog gewoon. We gaan met vrienden naar het strand. We doen van alles, eigenlijk naast het roeien. Ik sprak recent een hobbyster van 16, die gaat binnenkort naar de Jeugd Olympische Spelen in Singapore. Zij laat daar veel voor. Zij gaat helemaal in die sport. En ze gaat wel even een beetje shoppen, maar... Je kan ook niet elke week uit of zo, maar weet je, dat zijn ook periodes. En kijk, wij hebben nu een lange periode dat we even niet uitgaan. En dan heb je weer een belangrijke wedstrijd gehad en dan zitten we 3 maanden tussen voordat er weer iets anders komt. Of je hebt een winterperiode en dan kan je gewoon een paar keer uitgaan en zo. Maar je moet het dan niet te vaak doen. En wij denken ook dat uitgaan af en toe ook goed is voor je, als je een keer een biertje drinkt. Want dat is ook, dan maak je je geest weer even vrij en even je hoofd leegmaken van alle stress die je hebt. Dan kan je er weer fit tegenaan. Dus je moet jezelf wel kunnen blijven motiveren om toch elke keer weer goed te trainen en die wedstrijd weer goed te doen. En daarvoor moet je soms ook een keer ontspanning hebben. Hoe ziet een week eruit? Hoe onze week eruit ziet? Het is 's ochtends trainen.
Het verschilt tussen de 8 en 10 uur meestal, 's ochtends. Dan gaan we trainen, dan gaan we daarna studeren, vaak. En dan de middagtraining. En dan naar huis lekker eten. En dan soms 's avonds nog even werken of studeren. En soms met vrienden afspreken. Zo ziet eigenlijk een beetje de dag eruit. Tot het moment neem ik aan dat je naar een groot toernooi moet toewerken, dan wordt het anders. Ja, dan is het, als je trainingskamp ga je meestal voor een groot toernooi. Dus als je een WK hebt, dan, dat is nu in Nieuw-Zeeland, dan gaan we 3 weken voor het start van het WK eigenlijk al naar Nieuw-Zeeland. En dan is de eerste week wel nog hard trainen, maar op een gegeven moment gaat het er ook af. Dan moet je uitgerust zijn, moet je fit zijn voor die wedstrijd, pieken eigenlijk. En ja, dan doe je eigenlijk, dan roei je een paar baantjes. Dan ga je naar je hotelkamer, dan kijk je een dvd'tje. Dan ga je weer een stukje roeien, dan krijg je weer een dvd'tje. En dan eigenlijk de hele tijd door. We gaan dan af en toe nog wel de stad in, even rondbouwen, lopen. Een beetje kijken wat, of er wat leuks te doen is, maar meer ook niet eigenlijk. Goed, dan zit je op een goed moment in Wit-Rusland, in Brest. Wat is dat voor stad trouwens? Nou, een dorp? Nee, het is helemaal niks. Het is niks? Nee, het is echt een bouwval voor ons. Wij zullen er ook niet kunnen leven, denk ik. Het is gewoon de gebouwen die zien er vervallen uit. Maar terwijl de omgeving er best wel mooi uitziet. Want je ziet ook een marmeren straat staan. En dan denk je ook, waarom is dat? Maak er eerst een goed huis voordat je dat soort dingen gaat maken. Maar dat interesseert ze blijkbaar niet. En, ik vond het echt niks. Maar... Wie had je als tegenstander? Onze grootste tegenstanders waren toch Frankrijk... En Duitsland. Voorheen dachten wij Frankrijk en Italië, want de Italianen zijn altijd best wel goed op wereldniveau. Alleen de Fransen, die waren bijzonder goed in vergelijking met de Italianen. En de Duitsers, die kwamen echt heel onverwacht. Maar achteraf was het niet... Zo vaker met Duitsers. Ja, inderdaad. Ja, ja, de Duitsers waren achteraf wel... Echt sterk in vergelijking met de Italianen. Maar ja, uiteindelijk was het niet erg of zo dat zij het ons heel moeilijk hadden kunnen maken. Misschien ging het ons ook heel goed af hoor. Ja, dat was echt de vraag. Waren jullie dan in een bloedvorm? Of de belangrijkste tegenstanders hadden die nou net even een sterk onder? Bloedvorm waren we zeker nog niet. We hadden wel wat dingetjes veranderd. We dachten gewoon, laten we gewoon een keertje extra hard starten en voor de rest uitstarten. Normaal starten was het langzaamste van iedereen. En we lagen direct voor op de front. En toen was het ook een beetje het commando van wij gaan voor goud en laten we maar voor zilver en brons gaan. En ja, ik weet, 11 seconden is wel erg veel als je daarvoor, als je op een WK wint van een ploeg. Dus eigenlijk, ja, of het vanaf vernedering is voor hun, dat weet ik ook niet. Maar we riepen dat wel tegen elkaar om extra energie te krijgen. Gewoon laat die Fransen maar even lekker in het stof buiten. Ja. Prima. Buigen voor de meester. Ja, inderdaad. Ja. Maar duidelijk maken dat, dat er niets aan te merken was op onze medaille. En dat zij er ook niet achteraf konden zeggen, ja, als we dit misschien beter hadden gedaan, dat gelukt. Want zoveel seconden kan je niet goed maken. Onbetwiste winnaar. Ja. Ja, ging even. Goed, ben je wereldkampioen bij de jeugd? En dan? Nee, het is onder 23. Onder 23, ja. En dan? Ja, nu gaan we dus aankomende periode gaan we trainen voor het Europees kampioenschap in Portugal. En dat is dus wel SA-niveau, dus boven de 23. En daarna gaan we naar Nieuw-Zeeland voor het echte mannen-WK. En dat is wel het is pittiger. Dat gaat hard. Wat verwachten jullie daarvan? Wat we ervan verwachten? We hebben nu in totaal 4 toernooien in de lichte 4 gevaren op de hoogste niveau. En we zijn de hele tijd eindigen we rond de 6e plek. Poznan, dat was dan het WK in Polen. Afgelopen jaar dat ging heel goed. Toen lagen we 2e en daar hadden we echt een medaillekans. Alleen we maakten een kleine fout waardoor we stil kwamen te liggen. Waardoor we 6e werden. En dat blijven we een beetje vasthouden de hele tijd. En afgelopen wereldbeker, de laatste wereldbeker, was in Luzern. Die was anderhalf week voor het WK 23. Dat was mijn sterkste toernooi in ieder geval, wat we ooit gevaren hadden. We hadden 24 inschrijvers. 26. Oh, 26, mijn god. En toen werden we 6e, maar we hadden een hele slechte finale gegooid. Dat was wel echt wel heel jammer. Ja. Maar ja, we hebben nog wel veel doorgroeimogelijkheden.
En we kunnen nog veel veranderen. Dus ja, we hopen dat we in, op het EK gewoon ja, de verbeteringen kunnen doorzetten. En dan na het EK kijken wat we nog meer moeten veranderen om uiteindelijk op het podium te komen. In welke Olympische Spelen moeten jullie staan straks? Londen 2012, dat is de bedoeling. Dat is snel? Ja, dat is zeker snel. De meeste roeiers die zijn rond de 27 als ze naar de Spelen gaan. En wij zijn dan 23 geworden. Ja. Dus dat is best wel pittig. Maar jullie hebben het gevoel dat het erin zit? Ja, sowieso. We willen het heel graag. Dus we gaan er ook zeker voor vechten. En we laten het niet zomaar uit onze handen glippen, denk ik. Ja. Dat weet ik wel zeker. We gaan jullie in de gaten houden. Top, leuk. Dankjewel. Dankjewel, ja, alsjeblieft.